Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag 4 september. Ik weet ook niet waarom ik de datum opeens belangrijk vind om te zeggen. Maar het is weer een nieuwe week, dus een nieuwe vlog. Ik ben deze week heel veel met mijn vriendje, want die is eindelijk 4 dagen vrij. Gelijk wel eens mollen hier. Vandaag hebben we echt fucking lekker uitgeslapen, want we waren allebei heel moe. We gaan vanavond lekker naar zijn oudertjes en dan gaan we eten. En voor de rest zie je niet wel. Ik neem jullie weer gezellig mee. Jelle is wederom weer ontbijt aan het maken. Het is wel zo grappig, want het lijkt echt aan elke in de vorige video op Jelle alleen maar ontbijt maken voor mij. En dat klopt ook. Get yourself a man like that. Hey yo. Ja. Echt zo chill. Heel vies. Zo overdreven. Echt niet. Ik vind het echt vies. Echt niet. Hou op. Echt net mijn gras gemaaid. Maar ik ben best wel trots erop. Kijk even trouwens hoe mooi mijn tuintje is. Echt dikke vette sjade naar mijn ouders wel. Kijk nou, alles staat ook in bloei. Het is echt amazing. Wat vind je van mijn nieuwe haar? Ik ben er echt heel blij mee. I love it. Yummy. Het is ook echt, helaas zit alleen maar broodjes met kaas, maar ik vind het zo lekker. Een ei. Nou, dat gaan we dus even opeten en dan ga ik straks even mijn haar feunen. En dan ben ik heel blij mee, want ik ga het nu voor de eerste keer zelf doen, dus ben ik heel benieuwd hoe het valt. Nou, zoals je ziet heb ik mijn haar weer lekker ingefeund of whatever. En ik ga nu even mezelf opmaken en omkleden en dan ga ik dus naar de ouders van Jel. Met Jel en zijn broer en zijn schoonzus, aka de vriend van zijn broer, is er ook. Jeetje, wat een verhaal. Ik weet nog niet hoe in hoeverre ik daar ga vloggen, ik vind het een beetje awkward. En ik weet dat zij het waarschijnlijk helemaal oké vinden, maar misschien ik een beetje stiekem het eten kan filmen of zo. Ik weet het niet, we gaan het zien. Leuk, Jel, bedankt. Je hebt toch een goede camera, man. Ik moest dit aan van Jenne. Kijk eens hier, het is een soort zoutzakje. Normaal niet. Dit moest ik dus aan van Jenne. Ik wilde een ander topje aan, maar dat maar om mijn man maar weer tevreden te houden. Ja, dat is belangrijk. We staan voor een dichte brug, om jouw schuld. Oh ja. Jij hebt al nu met die mannetjes open bel. Ik moet hem even open, zeg. Ik wil even een momentje. En een momentje met z'n tweeën. Lekker zeg. Nou, wij zijn weer thuis. Ik heb bijna niet gevlogd. Ik heb alleen de lege borden gefilmd en het toetje. Waarom dan niet mijn moeder? Ja, sorry. En mijn vader. Ik weet dat jullie kijken, maar ik vond het gewoon nog een beetje spannend. Ja, zeg ik nou gewoon eerlijk. Maar goed, wij hebben heerlijk gegeten en wij gaan nu nog even chillen en dan lekker naar bed. En morgen heb ik een meeting, maar dat zien jullie morgen al wel. Tot morgen. Goedemorgen. Gratis CRA. Jeetje, goedemorgen, lieve mensen. Ik ben weer wakker. En ik ben even snel matcha aan het maken. En ondertussen aan het kijken naar mijn prachtige tuintje. En ik ga nu even naar kantoor, want ik heb een meeting. En ik ben alweer te laat. Ik neem jullie weer lekker mee vandaag. En het is echt fucking mooi weer. Oké, nou, ik zit met mijn krullenkop. Ik heb dus een butterfly haircut geknipt. Dus ik heb allemaal van die cute krullies. Ik vind het wel cute. Ik ben nu onderweg naar kantoor en ik ben weer veel te laat. Zoals altijd. Waarom lukt het mij gewoon niet om op tijd te komen als het belangrijk is? Trouwens, dat is niet waar. Gewoon een meeting met Daniel zo en dat is wel belangrijk. Maar en daarna gaat er iets gebeuren op kantoor en ik weet niet of ik kan filmen en zeggen waarvoor het is. Maar het is heel leuk. Dus ik zit nu lekker in de auto. Ik ga straks als ik klaar ben lekker weer met Jel chillen en in de zon zitten. Hallo mensen, ik zit op kantoor met deze twee. Yo, hallo. Daniel en ik hebben hetzelfde avond. We zijn twin. Mag ik zeggen wat hier straks gaat gebeuren of is dat een secret? Je mag het zeggen, meneer, wellicht of het bliepen waarvoor het is, maar je mag zeggen als je een doorpas hebt. Ik heb een doorpas voor iets. Voor iets spannend, dat ga je vanzelf zien. Is wie hier ook is. Mijn liefste Frank. Ja, in de oma-vlog. Ja. Dit is de oma-vlog. Dit is de oma-vlog. Is een upgrade geweest op de camera. Jezus, de productie die gaat gewoon elke week omhoog. De oma-vlog. Godverdomme. Deze week doe ik gewoon vloggen de hele week. En doe je ook vrijdag vloggen? Ja, misschien wel. Dat is wel leuk. Oh, ik denk dat wel goed, want als je vrijdag vlogt, dan kan je uiteindelijk ook zien hoe er echt een hoog niveau gespeeld wordt. Ja, dat is wel. Ga je zaterdag vloggen? Zaterdag is de... God. Ik wil wel bij jou in het team hoor. Ik kan niet uitsluiten dat als wij dan samen in het team zitten, dat we dan volgen. Let's fucking go. Zo mensen, die doorpas was echt heel grappig, want het is dus de ouderwetse jurk die ik aan moet. Echt fucking heet in deze auto. En ik ga nu naar huis rijden en omkleden. En dan ga ik dus met Jel en zijn vrienden
in het park liggen. En dat vind ik best wel spannend, want een paar ken ik en heel veel ook niet. En ja, het is fucking heet en ik haat korte jurkjes. Dus ik ga even kijken wat voor outfit ik aandoe, zodat ik dan op mijn gemak ben. En niet dat ze denken, jezus, wat heeft zij het heet in die jas. Niet dat ik een jas aan zou doen, maar you know what I mean. Ik dacht dus dit zo. Dit zijn die linnen broek. En dan met dit toppie. Dat is op zich wel nice, denk ik. Ik moet nog even kijken wat voor shirt ik erop aandoe. Maar ik heb nu eerst even een ontbijtje besteld, want dat heb ik nog niet gegeten en ik had geen boodschapjes. En dan ga ik naar Jel. Ik moet nog even mijn tas inpakken. Zo, ik heb lekker Joe en de juice besteld. Ik heb nu dit topje, maar dat vind ik niet zo. Dus ik ga dit even eten. Ik heb lekker een tuna karotje. En dan gaan we wel zien wat ik aantrek. Het is toch dit geworden. Laat weten in de comments wat jullie ervan vinden. Ook al heb ik het dan al lang niet meer aan. Maar misschien is het nog wel leuk om te weten wat jullie ervan vinden. Want dan doe ik het vaker aan. En ik ga nu naar Jel fietsen. En dan even mijn spulletjes daar drop. En dan gaan we naar het park. Ik heb er zin in. Nou, ik ben nu bij Jel. Ik moest zonnebrand meenemen en mijn box. En ik ben het allebei vergeten. Dus hij rent nu weer naar boven voor zijn box. Beetje zielig, maar goed. En dan gaan we naar het Marina Terrein. Let's go. Hey, Sophie. Ik moest even een pakketje ophalen op de Java. Dat betekent dat ik natuurlijk ook even langs Studio Eskool. Yay! Yes, oh zo. En Bo is hier ook. Hello. Alles goed? Ja, ja. Bo is mijn zusje. Ik heb mijn kijkers die dat nog niet wisten. Jel moet een boodschappentas dragen. En niet alleen maar een sponsor. Gaan we hier oversteken? Ja. Oké. Okay. Ik ben dus bij Marina Terrein en heel toevallig is mijn zusje daar ook. Met Nino. Hi. En met Jip. Jip is daar. Hey. Oh. Hey. En Jip. Ik durf dus nog niet, ik durf niet echt te vloggen bij die vrienden. Nee, dat snap ik wel. Ja. Als ik moet kletsen, dan kom ik even hierheen. Ja, dat is goed. Hier is een Noah. Ik heb me even lekker omgekleed en we gaan uit eten. Hier kan ik er niet van maken. Alleen een shirt wat ik heb opgehaald. Too cute. Dankjewel. We hebben net heel lekker gegeten. We zitten nu nog even wat biertjes te drinken. Lekker. Heel gezellig. Heel gezellig. Zo mensen. We hebben net echt 60 hoog bij Jelle op de trap gelopen. En wellicht met een biertje achter de kiezen ook. Hij zit even een muziekje aan. Dit was de vlog van vandaag. Jeetje, wat triest dit. Het is ook gewoon dinsdag. Slaap lekker. Tot morgen. Hallo lieve. Leuke mensen. Goedemiddag. Het is al middag. We zijn vandaag iets later opgestart. Ik denk dat het te maken heeft met gisteravond. Ik moest zo naar de tandarts. Maar volgens mij is het alleen de mondhygiëniste. Dat zou helemaal kut, want dat doet altijd pijn. Daarna ga ik dus met Stefan en Marik, wilde ik zeggen, Marliet en Rik, video opnemen. Dus dat wordt weer een leuke dag. Ik ga even snel naar huis. Ik heb dezelfde outfit aan als gisteren. Maar goed, ik vind hem gewoon heel leuk. Het is een lekker luchtig shirt. Dan trek ik het gewoon nog een keer aan als het niet stinkt. Ik ben weer een beetje te laat weggegaan, dus ik ben weer gaan haasten. What else is nieuw? Ja, dat. Nou, zoals je kan zien heb ik heel erg hard gehuild. Maar ik heb echt net iets fucking raars meegemaakt. Ik zat op de fiets en op een gegeven moment valt er gewoon een soort, ja, hoe noem je dat, Jel? Ja, een soort cementbak met allemaal stenen erin. Valt gewoon zo op mijn hoofd. Helemaal onder het cement. En ik heb ook echt heel erg pijn aan mijn been. Want ik was aan het fietsen, dus ik viel echt heel erg hard. Dus ja, dat is ook het leven. Van vrolijkheid naar, dus de tandarts heb ik ook niet gered. En ik weet ook niet of ik nu verstoppertje kan doen, want ik kan haast niet eens lopen. Even tijd voor een storytime. Ik zit er half naakt bij, want ik heb eindelijk gedoucht, want ik zat helemaal onder het cement. En Jel heeft heel lief een broodje voor me gesmeerd. Ja, ik fiets er dus weg naar huis. En op een gegeven moment zie ik een man lopen met zijn hond. Die was aan het hardlopen. En ik vond het zo asociaal, want het is gewoon veel te warm daarvoor. Dus ik riep gewoon naar die man van, yo, hallo, het is een beetje warm voor je hond. En op dat moment, nou, gebeurt er iets. Ik snapte niet wat er gebeurde. Er viel dus de hele inhoud van een soort van cementslang. Klapte los en dat viel helemaal over me heen. Er zaten stenen in en zo. Ik viel echt heel erg hard van mijn fiets af. Ja, en toen kwam Jel. En ik ga nu even die mensen bellen van het bedrijf. Want het kan echt niet. Ik zei ook net, mijn moeder zei echt, je had wel dood kunnen zijn. Nou, gelukkig ben ik dat niet. Maar het is wel gewoon heel heftig dat dit zomaar kan gebeuren. Terwijl je letterlijk gewoon normaal naar huis aan het fietsen bent. Hou jullie op de hoogte. Oké, mensen. Ik heb de hele middag geslapen. Want ik was zo geschrokken van wat er was gebeurd. Ik heb nu lekker een currytje besteld samen met Jel. Die zijn wij aan het verzorgen. Want ik kan niet zo heel goed lopen. Ik was zo geschrokken. Vrouwtje van beton. Het vrouwtje van beton ben ik. Ik zou even wat foto's hier laten editen door Stijn. Dan weten jullie hoe ik erbij zat. Oké, okay, nou we hebben ijs besteld. Because that makes us happy. Daar besluit ik ook even de vlog van vandaag af. Want what the fuck is er vandaag allemaal gebeurd? Een heisa allemaal, joh. Ik word helemaal niet goed van. Jou is heel lief voor mij. Wat een klef stijl zijn we. Maar ik zie jullie morgen weer.
Goeie mensen. Zo, dat gaat echt niet goed. Goedemorgen, lieve mensen. So, what a day yesterday. Waarom ga ik ook zo dom Engels praten, weet ik ook niet. Sorry, ik zit weer hier op de bank. Helemaal niet knap of... Maar ja, ik kan ook niet zoveel. Ja, sorry als je niet tegen bloed kan. Maar het ziet er niet heel raar uit. Maar ik ben echt zo hard gevallen dat mijn hele lijf doet gewoon zeer. Ik kan mijn been dus ook niet goed buigen. Dus dat is de situatie van nu. Maar ik ga wel even proberen een beetje te lopen vandaag. Want dat is ook goed voor mijn lijf, denk ik. Ja, voor de rest ga ik even een beetje werken vandaag. Dat moet ook gebeuren. En gelukkig is Jel nog bij mij. Is hij zo lief om mij te verzorgen en te helpen met alles. Heel erg fijn. Dit ga ik lekker drinken. Kijken of ik hem nu wel beter kan maken. Zo, dit is lekker. Het is eindelijk goed gelukt. Maar ik heb er ook een beetje agave siroop in gedaan voor de zoetigheid. Nou, het leven gaat dus niet echt over rozen altijd. Maar goed, ik leef nog, zoals ik laat net al de hele tijd zeg. Maar Jan en ik gaan even op het strand eten. En mijn knie is dus een open wond. Dus die zijn nu even aan het verbinden. Echte dokter ben jij. Oké, mensen, ik heb me klaargemaakt. En soms heb je van die dagen dat je jezelf verafschuwt. En dat is vandaag. Ik heb ook helemaal geen zin om naar mezelf te kijken. En ik vind mezelf zo'n vet park. Het is ook gewoon zo warm. Ik haat dit gewoon echt ontzettend. Maar goed, we gaan er maar het beste van maken. Ook een beetje lullig voor Jelle, want die verzorgt me en doet echt alles voor mij. En ik ben echt nu aan zo'n chagrijnige wijf. Maar ja, het is what it is. Het is zo raar, want het is de eerste keer dat ik in de auto zit dat Jelle rijdt in mijn auto. Oh, wow. Kan je rijden? Dat was een beetje beneden. Sorry, dat weet ik veel. Ik heb het nog nooit gezien. Tot nu toe gaat het. De brug staat open. We gaan even het schot. Sorry, ik kan mijn lach niet inhouden door jou, Jel. Maar we gaan even naar het strand nu. En we hebben even de scooter opgehaald bij mijn vader. Want ik weet niet wat er gebeurde, maar we gaan even naar het strand. Lekker. Op het strand en er was gelukkig een plek. Heerlijk. We hebben heerlijk gegeten. Goed, dat was lekker. Heerlijk. We lopen, ik zie gewoon iets trompel omhoog. Dan gaan we even langs naar mama. Ga je voor de eerste keer mee? Ga niet naar mijn moeder, maar dan naar haar huis. Vind je het spannend? Feest staat tussen mijn billen. Dat ruik ik de hele tijd. Nou, ik ben eens even bij mijn moeder thuis. Hi, mam. En jou, wat vind je van mijn moeders huis? Oh, die helm zit echt heel strak. Kijk dan. Ja, jezus. Wat je met een haartransplantatie hebt gedaan. Alles omdat ik gewoon die andere helm op wil, omdat hij mij beter staat. Je moet één keer deze opdoen. Nee, want ik heb pijn al in mijn piercing dan aan mijn rechteroor. Dan voel je een keer. Ja, maar je moet wel voorzichtig doen. Hoe strak dit zit. Auw! Nou, je stelt je aan. Auw! Helemaal niet. Ja, maar dit kan je echt niet doen. Jawel, want die past gewoon beter bij mijn outfit. Hoe strak dit zit. Ik ben nu nog even bij mijn vader en mijn stiefmoeder in de tuin. Want als ik in Heemstede ben, dan moet ik en langs mijn moeder en langs mijn papa. Hey. En daar is natuurlijk de liefste hond. Kijk eens, Char. Ja, je bent zo schattig. Hallo mensen, we liggen in bed. We gaan lekker slapen. Jou moet morgen weer werken. En ik heb morgen een bootfeest. Maar ik vroeg eigenlijk nooit op vrijdag, maar misschien morgen wel. Eigenlijk vandaag, of zo later van de dag. Nou, whatever. Ik ga het nog even bekijken, want Stijn edit tegenwoordig mijn video's. En ik moet natuurlijk wel genoeg tijd hebben om dat te kunnen doen. Dus voor nu, slaap lekker. Goedemorgen, lieve mensen. Ik heb weer matcha gemaakt, maar het is echt een heel droevig glaasje. Kijk dan, zo'n mega lange riet. Maar mijn havermelk is op, dus dat ga ik zo even halen. Want ik wil het morgen ook drinken, natuurlijk. Ik heb vandaag niet zoveel op de planning, behalve dat ik fucking lekker ga varen einde middag. En ik ga een beetje mijn huis opruimen, denk ik. En ik verwacht wat pakketten. Dus dan zal ik nu nog even meenemen. Tot het moment dat het moet gaan. Dus ik ga eerst even genieten van mijn matcha. En Jelle zit nog lekker in de tuin. Hier, wacht, ik zal hem even laten zien. Hoi, Jelle. Yo, mensen. Kijk, ik wilde even laten zien mijn verwondingen van mijn val. Als je niet tegen smerige wonden kunt, valt mee hoe smerig het is. Maar dan moet je eventjes doorspoelen. Let niet op mijn stoppels, maar ik kan mijn benen dus nu ook niet scheren door deze wond. Ik heb hier echt een zieke blauwe plek. Overal van die kleine blauwe plekjes. Onder op mijn handen en op mijn armen.
Maar het gaat gelukkig nu wel al iets beter. Het wordt allemaal vervolgd, denk ik. Want dit kan natuurlijk niet zomaar gebeuren. Maar die mensen met wie het is gebeurd zijn echt super behulpzaam tot nu toe. En echt heel lief. Ik heb ook deze bloemen heb ik van hun gekregen met een brief eraan. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat alles zo goed wordt opgepakt. Ook door hun, aangezien dat had ook heel anders kunnen zijn natuurlijk. Ik heb dus nieuwe schoenen besteld. En je haat ze of je vindt ze gewoon geweldig. Ik vind ze geweldig, let op. Je moet je zeg maar voorstellen dat je hier een leuke sok onder doet. We hadden één maatje kleiner gemogen, maar boeien, dikke sokken eronder, geen probleem. Met een zwarte broek. Ja, waarschijnlijk vindt iedereen die het kijkt, vindt ze lelijk, maar I love it! Zo, ik heb even gedoucht en ik ga mijn haar dus gellen vandaag, want je haar feunen met dit weer heeft echt geen ene reet in. Dus ik denk dat ik moet wel even wat eten voordat ik die boter klaar. Ik zit te twijfelen of ik zelf wat ga maken of dat ik even wat bestel. Want dat bestellen is net wat makkelijker en sneller, you know. Lieve mensen, dit is het einde van de vlog. Ik heb mijn haar gedaan. Ik moet echt ziek erg opschieten. Ik moet zelf nog wat eten. En ik moet de beelden nog naar Stijn sturen. Dus love jullie. Fijne zondag. Tot volgende week. En enjoy life, motherfuckers.